Zo, met hoeveel jongens heb je een relatie gehad en hoe lang duurde dat? Maar, ik ben even gestopt. Nee, thanks Jesse voor het plaatsen voor je foto. Je bent de topper. Wat is je type van jongens? En toen zag ik de Sande, ik wist toen nog niet wie het was. Ik zag zijn hoofd en ik dacht echt... Ja, hij filmt. Nou... Hoi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie. Ik ben Floor en als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan ook zeker even. De komende weken, eigenlijk maanden, waarschijnlijk een half jaar, misschien wel een jaar, daarover later meer. Komende, nou ja, misschien wel 2 video's in de week, misschien 3, misschien 4, ligt er een beetje aan. Ik heb veel tijd over, dus dat is super leuk. Dus ik zou het leuk vinden als je dat doet. En ja, laten we gewoon snel beginnen, want voor de mensen die mij niet kennen, ik ben dus Floor en ik heb een Q&A voor jullie. Via Instagram heb ik gevraagd of jullie nog vragen voor mij hadden of iets anders. Dat ga ik beantwoorden. Zo kom je me ook een beetje te leren kennen, dus dat is wel leuk. Mocht jij na deze video nog een vraag onbeantwoord hebben en dat je denkt, dit wil ik wel weten, laat het zeker even in de reacties onder en dan zou ik... proberen erop te reageren. Nou, ik heb even iets anders ook nog op mijn kanaal. Namelijk de comment van de week. Leek me echt super leuk om jullie ook nog een soort van mini shout-out of zo te geven. En de comment van deze week is van Panther Power. Ik heb geen idee wat je echte naam is. Ik neem namelijk aan dat het niet je echte naam is. Love Panther, by the way. Dus dat is top. Dat is, hey, super leuke video. En een video idee, misschien een roomtour XX. Nou, dat vind ik echt een heel erg leuk idee. Dus volgende week, begin van de week, ga ik weer beginnen met weekvloggen. Ook al zijn we nu allemaal thuis. Maar ik dacht, hey, iedereen is thuis. Dus misschien is dat wel vermakelijk om dan te zien wat ik doe. Weet ik veel. Dus dan ga ik denk ik ook even mijn roomtour doen of zo in die video, in mijn weekvlog. Dus die komt volgende week online. Dus stay tuned. Bedankt voor de comment en dan gaan we nu beginnen met de Q&A. Want ik heb echt heel wat vragen gekregen. En ik heb de leukste of de interessantste uitgezocht. En ik kon natuurlijk niet alles beantwoorden, want dan duurt de video gewoon veel te lang. Dus ik ga mijn best doen en ik haal het even erbij. Ik moet trouwens echt een keer mijn haar stylen. Ik heb het echt al 2 weken of 3 weken niet gesteld. Ik heb er gewoon geen puff voor. Oké, voor ik vragen ga krijgen, de scrunchies van AliExpress. Check even de AliExpress video hierboven. En de blouses van de Zara. En dan ga ik nu beginnen met de Q&A. Vraag 1. Hoe bewerk ik mijn foto's? Nou, het leek mij leuk om misschien ook een video te maken met hoe ik mijn foto's bewerk op Instagram. Mijn Instagram is dus @floordelver. En daar konden jullie ook alle vragen stellen. Dus ik zal anders even in de beschrijving mijn Instagram linken. Volgens mij staat die daar ook altijd al gelinkt. Ik kreeg er namelijk zo lang al zo vaak de vraag over hoe ik mijn Instagram foto's bewerk en zo. Dus het lijkt me wel leuk om daar een aparte video over te maken. Dus die komt nog. Nou, hoe lang heb je nu met Sander? Volgens mij alweer 7 maanden. Wacht even, 12. Februari, maart. Ja, precies 7 maanden. Nou, iets meer. 7 maanden en 6 dagen. Dus ja, nou... dat. Ik kreeg ook heel erg vaak de vraag hoe ik eigenlijk Sander heb ontmoet of hoe ik hem ken. Nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Mijn zus heeft al echt super lang met Jesse, haar vriend. Volgens mij al bijna 5 of 6 jaar, weet ik veel. Echt heel lang. En hij zit op voetbal in Rijssen, gewoon bij Excelsior. En ja, het slaat eigenlijk echt nergens op. Maar hij had toen een keer een foto op Insta gepost. En toen zag ik de Sander. Ik wist toen nog niet wie het was. Ik zag zijn hoofd en ik dacht echt... Oké. Dus toen vroeg ik aan mijn zus, toen had ik een screenshot gemaakt van die foto. En toen had ik naar mijn zus geappt van, hey, wie is dit? En toen zei ze dus, nou Sander, hoezo, weet je wel? Ik zo, oh ja, nee, gewoon, ik had volgens mij gewoon genegeerd. En toen ging ik hem opzoeken op Insta. En toen ging ik hem volgen. En ja, zodoende kwam dat eigenlijk allemaal tot stand. Echt super grappig. Thanks Jesse. En Brit en zo. Nee, thanks Jesse voor het plaatsen voor die foto. Je bent de topper. Vraag 3. Ga je deze periode nog naar festivals? Ik zou naar 2 festivals gaan. Namelijk Douwpop. Echt. Beste festival ever. Ik vind dat zo leuk, zo gezellig. En dat is namelijk hier bij ons in Hellendoorn volgens mij nog. Ja. Ik woon in Nijverdal. En nou ja, Hellendoorn is een dorpje. En Douwpop is best wel een groot festival. Echt, het is een super groot terrein. Super leuk ingericht. Beetje hipsterachtig.
allemaal verschillende soorten treinen. En het is gewoon zo gezellig. Ik was vorig jaar daar voor de eerste keer. Want eigenlijk iedereen om mijn omgeving ging daar altijd al heen. En ik was eigenlijk de enige die nog niet was geweest bijna. Mijn ouders en zo gingen, mijn zus. Iedereen zei altijd, oh het is zo leuk. Maar ik dacht altijd, oké, ja prima. Ja, dus vorig jaar ging ik met een groepje erheen. En het was echt oprecht zo leuk, zo gezellig. Het is echt de leukste festival waar ik tot nu toe nog ben geweest. En het was ook nog de leukste ervaring die ik heb gehad. Ik vond het echt leuk. En je hebt er cocktailbars, een pizza bar ding en gewoon zoveel eten. En een hele barbecue terrein met allemaal barbecue eten. En allemaal verschillende stages. Dus echt met popmuziek, maar ook echt met Kensington. En gewoon zo breed en verschillend. Dit jaar komt ook sneller, dus dat is ook wel leuk. Dus ja, ik vind Douwpop echt super leuk. Maar goed, ik weet dus niet of het doorgaat door wat er nu allemaal speelt en zo. Dus dat gaan we zien. Douwpop is in mei. Dus ja, dat wordt nog even afwachten. Maar ik heb al wel de tickets besteld. Maar goed, dat zien we wel. En ik ga ook nog naar Boulevard Outdoor. Dat is in Wierden. Daar ben ik ook nog nooit geweest. Maar zoveel ervaringen. En van mensen gehoord dat het zo leuk was. Dus ja, dan moet ik dat ook proberen. Welk seizoen vind je het leukst? En ik denk dus dat ze bedoelen met zomer, winter, lente of herfst. En ik denk zomer, maar al vind ik de lente ook wel weer wat hebben. Vroeger was het echt altijd bij mij winter. Sowieso winter. Weet je wel, kerst, gezellig, koud, sneeuw, vachtjes, gewoon gezellig, weet je wel. Maar afgelopen winter, ja, ik vond kerst echt super leuk, maar ik voel het niet meer zo. En elke keer heb ik nu zomer, dat ik echt denk, oh, het mag wel weer zomer worden, weet je wel. Dus ik denk dat ik ben geswitcht naar de zomer, weet ik eigenlijk wel zeker. Want het is toch wel lekker warm, gewoon leuke dingen doen, lekker feestjes, gewoon naar het zwembad, weet je. Gewoon gezellig ook en lekker warm gewoon, dat is vooral en daar hou ik wel van. Dus ja, ik denk een zomerpersoon. Maar zoals ik zei, vind ik de lente ook wel weer wat hebben, want dan beginnen de vogeltjes met fluiten na de winter. Begint alles weer mooi te bloeien, weet je wel. Wow, bloeien. Dus ja, ik ga gewoon voor de zomer. Wat is je type van jongens? Nou, dat is wel grappig. Blond en boe. BB. Ik zeg altijd, ik val op BB. Blond en boe. Slaat eigenlijk nergens op, maar iedereen heeft zo zijn type. Ik val eigenlijk altijd op blond. Vind ik gewoon het aantrekkelijkst ofzo. En ja, ik kom zelf uit een klein dorpje. Ik kreeg namelijk ook de vraag, in welke stad woon je? Maar ik woon in Nijverdal. En Nijverdal is een dorpje. Is echt een heel klein dorpje. Dus ook een beetje platteland, weet je wel. Dus het is totaal niet stad zoals, weet ik veel, Den Haag of Amsterdam. Dus ja, dat kun je misschien ook wel horen aan mijn accent. Ik krijg heel vaak opmerkingen over, oh, dit zeg je echt grappig. Ja, voor in deze omgeving praat ik volgens mij nog best wel goed Nederlands, zeg maar. Ik heb hier mensen om me heen die, ja, die hebben echt nog veel meer een accent. En dat is zo grappig. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje door alle filmpjes en dingen wat ik kijk, dat ik daardoor mijn accent heb veranderd, onbewust of zo, weet ik veel. Maar goed, ik val dus op blond en boers. En boers niet echt per se dat ze een boerderij moeten hebben en klompen aan moeten hebben. Maar gewoon dat lekker nuchtere en gewoon humor en gewoon dat nuchtere. Daar hou ik gewoon van. Lekker nuchter. Gewoon, ja, heerlijk vind ik dat. Waar haal jij je kledinginspiratie vandaan? Nou, ik haal mijn kledinginspiratie van Pinterest. Ja, ik zoek gewoon op outfit inspiration of zo. En dan zie ik van alles. Ja, klik gewoon aan wat ik leuk vind. En denk ik, oh, dat is leuk. En dan hou ik daar mijn inspiratie vandaan. Dus ja, eigenlijk gewoon Pinterest. Hoe gaat het op school? Nou, dat is nog wel een goede vraag. Want het gaat eigenlijk super goed. Ik haalde alleen maar 7 of 8 of 9. Dus misschien wel 10. Af en toe een 6. Dus ik kon echt niet klagen. En ik heb een propedeuse in 1 jaar gehaald. Dus echt super goed. Ik zit ook erg op mijn gemak op deze opleiding. Ik zit dus nu in het tweede jaar. Bijna na het derde jaar. Van de HBO Creative Business. Maar ik ben even gestopt. Misschien voor een half jaar, misschien voor een jaar. Dat kijk ik nog even aan. En dat heeft totaal niet met de opleiding te maken. Of dat ik denk, dit is niet wat ik wil. Want het is absoluut wat ik wil. Ik ben daar gewoon op mijn gemak. Ik vind het leuk en ik wil hier zeker mee doorgaan. Maar ik merkte dat dat ik zelf het even niet meer aankon. Gewoon zoveel tegelijk en druk en deadlines en ik weet niet. Ik zat niet helemaal per se. Ik zat wel lekker in mijn vel. Maar mijn lichaam, zoals jullie weten, paniekaanvallen en zo. Dat riep gewoon zo van stop, weet je wel. En ik heb nog heel lang geprobeerd. Maar het heeft eigenlijk de cijfers er ook onder geleden van mijn afgelopen kwartier. Dus dat was eigenlijk al een seintje voor mij van Floor. Misschien moet je even pauze houden. Even
focus op jezelf. Even helemaal doen wat je zelf wil. Geen verplichtingen. En gewoon lekker, ja, filmpjes maken. Chillen, sporten, heel veel sporten. En jezelf gewoon even weer herladen, zeg maar. Zodat ik gewoon weet hoe ik moet omgaan met mijn paniekaanvallen en zo. En dan weer gewoon met frisse start kan beginnen aan school. En weer mijn creativiteit, ja, vrij kan laten. Want dat lukte nu gewoon niet, omdat ik zo bezig was met mijn gezondheid en paniekaanvallen en gedoe allemaal. Dus ja, ik ben dus even gestopt. Misschien dat ik na de zomer al ga beginnen met mijn minor. Maar dat is een heel verhaal. Maar als dat niet lukt, dan ga ik gewoon wanneer ik er nu ben uitgestroomd. Dus dat is jaar 2, kwartiel 3. Ga ik daar volgend jaar instromen. Dus ja, één van de twee wordt het. Maar goed, even dus pauze en focus op mezelf. En kijken hoe ik kan omgaan met de situatie waar ik nu mee moet dealen. Weet je wel, met die paniek en zo. Dus ja, eigenlijk wel chill. Want, nou ja, goed, iedereen is nu sowieso al vrij. Maar ik was al een paar weken, misschien wel een maand vrij. Dus ja, ik ben sowieso tot en met de zomervakantie vrij. En misschien dus nog langer. Dus jullie kunnen wel minstens een half jaar lang meer video's van mij verwachten. En gewoon lekker creatief bezig zijn. Heerlijk. En mezelf ontwikkelen en verbeteren. Dat is gewoon waar mijn focus nu op ligt. En dat vind ik super leuk. Vooral dat YouTube, ik weet niet, dat kan ik gewoon niet loslaten. Dat blijft gewoon echt mijn ding. Hoe vaak sport je? Nou, ik zat altijd op CrossFit. Daar ben ik ook eventjes mee gestopt. Puur omdat het lichamelijk allemaal even niet meer ging. In januari heb ik echt even een dip. Met gewoon mijn lichaam, zeg maar. Nou ja, omdat ik paniekaanvallen had, begon mijn hart natuurlijk sowieso al heel erg. Ja, hoe zeg je dat? Ik kom even niet op het woord. Nou, hartslagen. Dat je hart snel slaat. Hartkloppingen. Hartkloppingen, dat had ik dus. Dus toen dacht ik, waarom zou ik vrijwillig gaan sporten? En dan weer mijn hart heel snel laten kloppen. Terwijl ik dat de hele dag al door had, door die paniek en zo. Ja, dus toen dacht ik, ik heb heel lang niet meer gesport. Echt anderhalf maand niet gesport, omdat ik dat niet wou. Ik durfde het eigenlijk bijna niet. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon even stoppen met CrossFit. Het is ook best wel duur, maar echt superleuk. Maar goed, toen zei de dokter dat ik eigenlijk wel gewoon moet blijven bewegen. Dus toen dacht ik, nou weet je, ik ga gewoon met mijn vriendin naar Basic Fit. En zo zijn we eigenlijk een beetje begonnen. Begon ik gewoon met één keer in de week. Ja, en nu gaat het eigenlijk echt super goed. En train ik het liefst 3 keer in de week. En daarbij nog een keer hardlopen. Maar goed, nu de sportscholen dicht zitten, doe ik gewoon workouts thuis. Of loop ik hard, maar vooral workouts thuis. En dat gaat ook super goed. Dus ja, ik heb het sowieso weer helemaal opgepakt, dat sporten. En dat vind ik ook super chill. Ik eet best wel gezond. De laatste tijd gewoon allemaal voor mijn lichaam en voor om me goed te voelen en zo. Maar ik zei wel tegen mezelf, mocht ik CrossFit nou echt weer gaan missen en het gaat weer goed met mezelf en ik denk ik kan er weer tegenaan, dan wil ik het wel weer gaan doen, want ik vond het wel echt leuk. Wil je een workout video maken? Nou ja, dat leek mij dus wel leuk, omdat we nu eigenlijk allemaal ook thuis zitten en de sportscholen dicht zitten en ik dus sowieso al een tijdje lang thuis workouts doe, leek het mij ook wel leuk om een video te maken hiervan. Of in een weekvlog te stoppen of zo. Dus dat komt er sowieso ook nog wel aan. Wat doe je nu als je verveelt? Nou ja, ik heb toevallig vorige week, nou ja, als jullie dit zien, is gewoon afgelopen week. Ik denk dat ik het vrijdag online zet. Ja. Heb ik een video geplaatst met een morning routine en tips wat je kan doen nu je thuis zit als je je verveelt. Dus ik zou die video even hierboven linken en dan kun je die even bekijken als jij je verveelt. Want daar geef ik wat tips wat ik eigenlijk altijd doe. Want ik ben best wel een beetje een introvert persoon. Dus ik vermaak me thuis eigenlijk altijd en ik ben ook altijd wel een beetje op mezelf. Dus ja, ik vermaak me eigenlijk altijd wel. Dus daarin leg ik tips uit wat ik eigenlijk altijd doe als ik gewoon lekker met mezelf in mijn kamer bezig ben. En gewoon hoe ik mijzelf vermaak. Laatste vraag. Zo, met hoeveel jongens heb je een relatie gehad en hoe lang duurde dat? Serieuze relaties. Echt serieuze relaties. Hey, Siri. Stop. Volgens mij 2 jaar. Ja, want groep 8 en dat soort dingen, dat reken ik allemaal niet mee hoor. Nee, dat is. Nee, echt serieus. Relatie is 2. En hoe lang duurde dat? Mijn vorige relatie duurde 3,5 jaar. En nu met Sander, dus 7 maand. Dus, top. Nou, dat was het eigenlijk alweer. De Q&A. Ik hoop dat jij wat meer te weten bent gekomen over mijzelf. En ja, nu ken je me misschien wat beter. Dus, meer video's online. Abonneer, is leuk. En zo blijf je op de hoogte. En doe je mij een heel groot plezier. Doe even een duimpje omhoog als jij een workout video wil zien of die roomtour. Dan ga ik dat filmen en dan weet ik dat.
Dus, wil jij trouwens volgende week de comment van de week worden? Laat dan even een leuke comment achter, dan word je dat. En ja, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie tot de volgende video.